I used to take myself out on dates. Open my own damn doors, pay for everything on my plate. Sometimes I'd even get the steak. Cause I gotta like that, always had my own bag, never needed no man to rely on. Got two good shoulders to cry on. Goedemorgen en super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is momenteel donderdag en dat betekent dat ik vandaag fysiek naar school moet. Voor de rest is alles bij mij online. Maar ik mag één dag in de week fysiek naar school. En ik dacht, het is misschien wel leuk om jullie een keertje mee te nemen. Het is momenteel 9 uur. En dat betekent dat ik nog ietsjes meer dan een uur heb om me verder klaar te maken. Ik heb ondertussen wel ontbeten en gedoucht en dat soort dingen. Maar ik moet me nog even aankleden. Dus dat ga ik nu als eerst doen. Een outfit kiezen. Want dat is altijd de moeilijkste struggle van de dag. Dit wordt de outfit van vandaag. Gewoon een simpele spijkerbroek. En een lekkere warme trui. Want ik zit vandaag in de gymzaal voor een les. Ik leg het dadelijk allemaal verder uit. Maar er kan het af en toe nogal koud zijn als je niet heel erg aan het sporten bent. Dus we gaan vandaag voor een lekkere warme trui. Deze trui zit zo lekker. Dan ga ik nu even lekker genieten van mijn kopje thee. Want ik had net wel al een kopje thee gemaakt. Dus ik denk dat die nu al wel een beetje is afgekoeld. Ja, nu is hij echt perfect. Dus daar ga ik nu even lekker van genieten. En dan ga ik zo meteen lekker mijn make-up doen. Want dat mag ook wel gebeuren. Goed, ik hoop dat jullie me een beetje kunnen horen. Want ze zijn bezig buiten allemaal met weet ik veel wat. Met allemaal machines. Dus sorry als je dat op de achtergrond hoort. Maar goed, ik ga me nu even verder klaarmaken. Ik dacht, ik praat jullie even lekker bij. Terwijl ik ga opmaken. Voor wie mij al iets langer volgt, weet misschien dat ik met mijn vorige rooster altijd op de maandag naar school ging. Maar nu ga ik dus op donderdag naar school. Eigenlijk is het maar, er zijn maar twee lessen. Ik heb zo meteen PI-les. Eigenlijk heb ik op donderdag maar twee lessen. En dat is PI-les. En dat is eigenlijk een beetje, ja, een soort van mentorles, kan je het noemen. En ik heb drama. En drama, daar ben je altijd heel erg veel in beweging. Ben je ook heel erg door de zaal aan het lopen en zo. En normaal gesproken hebben we een heel mooi drama lokaal daarvoor. Maar daar kunnen we nu niet allemaal in met 1,5 meter uit elkaar. Dan, dat is gewoon te krap. Daar, ja, dat past gewoon niet. En je moet best wel veel bewegen. Dus we hebben drama nu in de gymzaal. Vandaar dat ik zei van, ik moet naar de gymzaal. Daarom trek ik ook deze lekkere warme trui aan. Want ja, we zijn natuurlijk niet intensief aan het sporten. Tuurlijk, we zijn een beetje aan het rondlopen in de zaal waarschijnlijk. Of iets in die richting. Maar het is geen echt sporten. Dus daarom doe ik wel lekker een trui aan. Want anders is het erg koud. Maar goed, ik ben heel erg blij dat ik wel gewoon weer lekker een dagje in de week fysiek naar school mag. Want daardoor kan ik mijn klasgenoten zien. En dat is gewoon echt super gezellig natuurlijk. En het volgende wat ik ga doen is mijn blush. Daar gebruik ik zo'n mooi blushstick voor. Zo, en een klein beetje op mijn neus. Maar goed, ik moet dus om 11:30 beginnen mijn eerste les. Dus daarom hoef ik pas om 9:45 ongeveer weg. En het is nu 9:50. Dus ik heb nog eventjes. Kan ik zo meteen lekker even relaxen. En daarna heb ik 1 tussenuurtje. In die tijd moet ik ook van mijn school naar de gymzaal reizen. Want dat is op een andere locatie van school. Dus daar hebben we dan mooi de tijd voor. En dan wilde ik iets met mijn groepje bespreken voor een muziekles. Want we moeten een soort van groepsopdracht uitvoeren voor een muziekles. Dus dat gaan we dan even bespreken. Ik ga voor jullie zoveel mogelijk proberen te filmen. Ik weet niet hoeveel ik ga filmen. Maar ik wil gewoon. Ja, het lijkt me gewoon leuk om zoveel mogelijk te filmen. Om jullie echt te laten zien hoe een dagje bij de Power nou uitziet. En ja, het is nu natuurlijk heel anders dan het voorheen was. Want ja, ik ga nu maar 1 dag in de week naar school. Maar goed, ik ga nu even mijn wenkbrauwen doorborstelen met wat wenkbrauwgel. Ik doe dus verder echt helemaal niks aan mijn wenkbrauwen. Ik heb ooit zo'n gekleurde wenkbrauwgel gekocht. Volgens mij 3 keer gebruikt. En daarna ben ik weer overgestapt op een transparante wenkbrauwgel. En het wil even niet. Dus dan pakken we even deze. Deze lukt het vaak net iets beter. Ja. Maar goed, ik doe dus echt nooit wat aan mijn wenkbrauwen. Want ja, ik vind ze wel prima zo. En het past gewoon bij mijn haarkleur. Dus waarom zou ik het echt veel donkerder maken? Ik vind het altijd wel heel erg mooi als donkere wenkbrauwen zijn. Maar ik heb het gevoel dat het mij niet staat. Maar dat komt natuurlijk omdat ik het nog nooit heb geprobeerd. Dus dan weet je dat ook niet. Ik doe nog een beetje extra highlighter op. Dit is ook zo'n stick. Maar weet je wat jammer is aan deze stick? Want ik heb zo'n hele mooie milkstick. En de blush is daar ook van. Maar ik kan hem niet meer draaien. Hij komt niet meer omhoog. Dus dat is echt super jammer. Dus
dat gebeurde echt al na de tweede keer gebruiken. Dus ik vind dat echt heel erg jammer, want het is niet een super goedkoop dingetje. En je kan hem niet in Nederland kopen, dus je kan hem ook niet even vervangen. Hoe gaat het bij jullie op school? Ik heb nu te horen gekregen wat de toetsing is van dit blok. Want wij hebben elk blok eigenlijk een ander soort toetsing. Het kan zijn dat we een portfolio hebben, een verslag. We kunnen een toets hebben, een presentatie. Het kan van alles zijn. En nu is het dus een onderzoeksverslag. En moeten we allemaal lessen gaan maken. Dadelijk ga ik dus lekker naar school toe. En dat is ongeveer 1 uur en 10 minuten reizen. Dus dat is best wel lang. Maar goed. Mijn mentor is geloof ik vandaag jarig. Dus dat is wel hartstikke gezellig. Volgens mij gingen we een feestje van maken tijdens de mentorles. We zien vanzelf wel hoe we dat kunnen doen. Volgens mij wilde hij dat we feesthoedjes meenemen. Maar ik heb geen feesthoedje eigenlijk. Ik neem jullie gewoon vandaag zoveel mogelijk mee. Ik weet natuurlijk niet wat ik allemaal kan filmen en dat soort dingen. En wie er allemaal op beeld willen. En ja, ik moet gewoon een beetje uitzoeken van hoe of wat. Maar dat komt allemaal helemaal goed. En dan doe ik nu eigenlijk alleen nog een klein beetje lipgloss op. En dat is meer voor nu voor op camera. Want ja, dadelijk doen we natuurlijk lekker een mondmasker op. Maar goed, ik moet zo meteen dus naar school en het is echt baggerweer. Dus heb ik daar zin in? Nee. Maar gaan we het doen? Ja, want we moeten wel, hè. We moeten lekker naar de bus lopen. En ik moet eigenlijk gewoon even een klein parapluutje kopen, want die heb ik niet. Want die is de vorige keer stuk gegaan. Ik ga over ongeveer 5 minuutjes weg. Dan ga ik over op mijn telefoon. Want ik ga mijn camera natuurlijk niet helemaal meenemen naar school. Maar we gaan dan verder vloggen met mijn telefoon. Dus misschien zie je iets andere kwaliteit. Maar ik neem aan dat dat gewoon prima is. Tot zo. We zijn er. Het heeft 1,5 uur geduurd. Nou ja, 1 uur en 10 minuten. Maar we zijn er. Ik hoop dat je me kan horen. Ik loop nu naar het lokaal en dat moeten we via buiten doen, want we mogen namelijk niet door de gang, dus we mogen lekker via buiten naar het lokaal. Maar eerst ga ik koffie halen zo meteen, want daar heb ik trek in. Goed, we hebben nu de allereerste les gehad en ik echo nu een beetje, want ik sta lekker in de wc. We gaan nu onderweg naar het drama. Dan moeten we dus met het OV even naar een andere locatie van deze school. En dan gaan we lekker drama hebben in de gymzaal. Zin in! Zo gaat het er aan toe bij een dramales. De laatste les is nu voorbij, dus dat betekent dat ik weer lekker naar huis kan. En ik moet nu even een tijdje wachten op de metro, want die heb ik net gemist eigenlijk. Dus dat is wel jammer. Maar goed, nu gaan we even lekker wachten. En ik ben helaas altijd in mijn eentje aan het reizen, dus ik wacht nu ook in mijn eentje. En we zijn eindelijk weer thuis. Ah, dat duurde even. Ik miste iedere keer precies mijn overstap. Dus eerst miste ik de metro, daarna miste ik ook nog eens de bus. Moest ik ook weer daar lang op wachten. Nou ja, lang. 11 minuten. En toen regende het toen ik vanaf de bus naar huis moest lopen. Dus dat was allemaal wel een tegenvallertje. Ik heb net even lekker een broodje op, want ik moet zo meteen gaan werken. En dan wil ik natuurlijk wel even wat gegeten hebben. En het is helaas vroeg om met mijn ouders te eten. Maar dan eet ik gewoon even snel een broodje en dan is het prima. Ik ga me dus zo even omkleden in mijn werkkleding. Let's get to work! En het is nu alweer 4 uur later. En ik ben helemaal gesloopt. Ik vond het een bizar zware dag. Ik heb ook echt niks aan huiswerk kunnen doen. Ik ben echt bizar moe. Het is nu 9:45. Ik ben nu net een kwartiertje thuis. Ik ga nu lekker
mijn make-up eraf halen en dat soort dingen. En mijn pyjama lekker aandoen. En dan ga ik lekker mijn bedje in. Dus dat gaan we nu lekker doen. En dan ga ik beginnen met het verwijderen van mijn make-up. Het is echt druk op mijn werk. Ik heb echt gerend. Ik heb ook net iets overgewerkt. Want ik redde het allemaal niet. Dus ik ben echt helemaal versleten. Ik was al best wel moe door mijn werk. Door school bedoel ik. Daar was ik al best moe van. Dus voordat ik naar werk ging was ik al moe. Maar nu ben ik helemaal moe. Dus ik ga ook gelijk zo lekker mijn bed in. Ik weet ook niet wat er is gebeurd. Maar ik ben denk ik echt... Ik heb iets verkeerds gedaan met mijn rug. Dus mijn rug doet ook echt bizar veel pijn. Ik ben nu echt alleen maar aan het klagen. Maar goed, vandaag was school wel echt bizar leuk. Ik vond het super leuk om weer naar school te gaan. De lessen waren ook heel erg leuk. Dus dat is heel erg fijn. Mijn gezicht is lekker schoon. En dan is het tijd om lekker een crèmetje op te doen. En ik gebruik deze. En die vind ik heel erg lekker. Echt mijn favoriete crème. Die gaan we dus lekker even op mijn gezichtje smeren. Ik vind dat dan altijd zo lekker. Maar vandaag was een hele leuke dag. Een hele vermoeiende dag, maar wel een hele leuke dag. Mijn mentor was jarig, dus we hadden allemaal feesthoedjes op. Dus daardoor was het wel echt een supergezellige dag. De lessen waren vandaag heel erg leuk. En ja, ik ben gewoon super dankbaar dat ik gewoon één dag in de week naar school kan. En dat ik gewoon zo'n leuke klas heb en zo'n leuke opleiding. Maar ik ben ook super dankbaar dat jij naar deze vlog hebt gekeken. Ik hoop heel erg dat je hem leuk vond. Vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Klik gelijk even op dat belletje, zodat je weet wanneer ik een nieuwe video upload. Volg me ook even op Instagram als je dat leuk lijkt. En hoop ik je te zien bij een gloednieuwe video op mijn kanaal. Bye! I'm not trying to slow down. You know I've always been wanting to change.